Welkom, mijn autoliefhebbers. Jullie zijn hier bij ons op Formule 1 Passie. Hallo, Enzo. Ik hoor dat Sauber wat veranderingen aan het doorvoeren is. Inderdaad, ze krijgen te maken met een kleine naamswijziging vanwege enkele internationale gokwetten. Dus, we zullen niet Bilks Race Stake 1 Team horen. Dat klopt. Ze zullen een andere naam aannemen in gebieden waar Stake niet gepromoot kan worden. Wat was de naam die ze vorig jaar gebruikten? Ze gingen vorig jaar door het leven als Alfa Romeo F1 Team Stake en Alfa Romeo F1 Team Kick. Dit jaar zal het behoorlijk anders zijn zonder Alfa Romeo in het geheel. Het onderscheid zal zeker meer opvallen. Heb je enig idee wat de alternatieve naam zal zijn? Ze zullen de naam Kick gebruiken in landen waar Stake verboden is. En er is ook een nieuwe livery voor het team, toch? Ja, ze hebben een nieuwe groene livery onthuld die past bij hun naamswijziging. Spannende tijden in het verschiet voor Sauber. Zijn er nog andere belangrijke veranderingen waar we van op de hoogte moeten zijn? Nou, vanaf 2026 worden ze het fabrieksteam van Audi. Een behoorlijke transformatie, vind je niet? Absoluut. Het lijkt erop dat we dit seizoen een spannende rit moeten gaan met Sauber. Nou, hallo weer, mijn motorliefhebbers. Als je net inschakelt, ben ik Enzo, jouw gids in de razendsnelle wereld van de Formule 1. Bij mij is altijd de scherpzinnige en welbespraakte William. Verheugd om hier te zijn, Enzo. Ik kan niet wachten om ons te verdiepen in het onderwerp van vandaag. Geweldig. En we zijn hier op de Formule 1 Passie, jouw dagelijkse dosis van alles wat met motorsport te maken heeft. Als je van onze show geniet, vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal, meldingen in te schakelen en je opmerkingen achter te laten. Het delen van deze podcast met je vrienden en familie helpt ons ook om de motoren draaiende te houden hier bij Formule 1 Passie. Niet waar, William? Absoluut, Enzo. Elke vorm van steun telt en houdt ons op koers. Bereid je voor, mensen. Want wat ik zo meteen ga onthullen, zal je met je mond open laten staan. Het gaat over Sauber en de veranderingen waar ze doorheen gaan. Laten we zeggen dat ze van plan zijn om de boel een beetje op te schudden in de wereld van de Formule 1. Waarom is dit relevant, vraag je je misschien af. Nou, het heeft invloed op de dynamiek van de races, de concurrentie en natuurlijk het spektakel waar we allemaal van houden. Dus blijf luisteren, want we gaan vol gas. Dus, het jongleren met name is niet helemaal nieuw voor Sauber. Ze hebben zich al eerder moeten aanpassen vanwege de gokwetten in verschillende landen. Helemaal juist. Ze wisselden eerder af tussen Alfa Romeo F1 Team Stake en Alfa Romeo F1 Team Kick, afhankelijk van de locatie van de race. Nu Alfa Romeo uit beeld is, zal het verschil tussen Stake F1 Team en de alternatieve naam veel duidelijker merkbaar zijn. En we moeten nog horen wat deze alternatieve naam zal zijn, nietwaar? Dat klopt. Er wordt binnenkort een aankondiging verwacht. Waar Stake verboden is vanwege beperkingen op gokreclame, zal Kick deel uitmaken van hun teamnaam. En het is niet alleen een naam. Ze hebben ook een nieuwe uitstraling, toch? Dat klopt zeker. Sauber heeft een nieuwe, opvallende groene livery onthuld om de naamswijziging dit jaar te begeleiden. Maar ik denk dat we er niet te veel aan moeten hechten, toch? Nee, eigenlijk niet. Het zou van korte duur kunnen zijn aangezien Sauber in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Dus een behoorlijke overgangsperiode voor Sauber, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, het is een duidelijke breuk met hun vorige merkidentiteit. En alle ogen zullen gericht zijn op hoe deze veranderingen van invloed zijn op hun prestaties op het circuit. Vol gas, zoals we altijd zeggen. Dus het gaat er niet om het verleden te vergeten, maar om verandering te omarmen en vooruit te kijken. Sauber Group is al 32 jaar actief in de Formule 1. Een erfenis die niet gemakkelijk vergeten wordt. Het is duidelijk dat ze proberen een nieuwe teamidentiteit te vestigen voor het Audi-tijdperk. Het is echt een slimme zet. Het trekt een duidelijke lijn tussen het verleden en de toekomst en legt de basis voor spannende dingen die gaan komen. Deze rebranding is niet alleen voor esthetische doeleinden. Het gaat erom een nieuw publiek te bereiken en hun fanbase uit te breiden. Een frisse identiteit helpt zeker om meer aandacht te trekken. Commerciële partnerschappen zijn ook van cruciaal belang. Ze hebben Stake en Kick aan hun zijde,
wat enorm helpt bij het smeden van deze nieuwe identiteit. En nu we het toch over nieuwe looks hebben, laten we Williams niet vergeten. Zij hebben ook een nieuwe livery gepresenteerd voor het Formule 1 seizoen van 2024. De Formule 1 teams houden dit jaar zeker niet in als het gaat om rebranding. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze veranderingen zich manifesteren op het circuit. Veranderingen in het format van de sprintrace en de DRS-regels staan ook op de agenda. Het lijkt erop dat het jaar 2024 een spannend jaar wordt voor de Formule 1. Laten we onze voet op het gaspedaal zetten en de laatste ronde van deze discussie vol gas afleggen. Volle kracht vooruit. William, kun je ons een glimp geven van wat er op het web wordt gezegd over de recente gebeurtenissen? Natuurlijk. Er is een bericht van Eric van Harren dat behoorlijk wat aandacht heeft getrokken. Hij zegt, en ik citeer: "Nieuws. Red Bull is een onafhankelijk onderzoek gestart naar beschuldigingen van ongepast gedrag door teambaas Christian Horner. Het bedrijf heeft dit bevestigd na vragen van de Telegraaf. We nemen dit zeer serieus. Horner zelf ontkent het." Einde citaat. Oh, interessant. Wat zegt de online menigte hierover? Wel, Golden Sandpaper 9 grept, en ik citeer: "Herinner je je nog toen deze off-season rustig zou zijn?" Einde citaat. Visionary Socialist voegt wat humor toe, en ik citeer: "Newey heeft zichzelf sinds december opgesloten in zijn kantoor om alle drama te vermijden. Ik hoorde dat hij een manier had gevonden om de X2's en tin aan de regelgeving te laten voldoen, met behulp van een flexibele liniaal en een pen die hij van de receptie heeft geleend." Einde citaat. Ha! En wat is de reactie op de ontkenning van Horner? Florak uit wat verwarring, en ik citeer: "Heeft iemand enig idee waar dit over gaat? Ik heb niets openbaar gehoord, en het zou vreemd zijn als ze het anders aankondigen." Einde citaat. Maar I Am Everyone Else zegt, en ik citeer: "Waarschijnlijk heeft een nieuwsuitzending hen benaderd voor commentaar, of heeft iemand met wie ze goede contacten hebben hen laten weten dat er een verhaal uit hun publicatie komt. En dit is dan een manier om vooruit te lopen op het verhaal dat morgen, of wanneer dan ook, uitkomt." Einde citaat. Er is inderdaad behoorlijk wat speculatie, nietwaar? Zijn er nog andere opmerkelijke observaties? Wel, Typhoon Grey merkt op, en ik citeer: "Als Van Haren iets heeft verklaard over Red Bull, is het waarschijnlijk juist." Einde citaat. En Outlandishness Pure 2 deelt een uitgebreide post waarin meer details worden gegeven over de beschuldigingen. Potverdorie, heel wat om te verwerken. Het is een nuchtere herinnering dat er buiten de baan een hele andere wereld is in de Formule 1. Laten we hopen dat de kwestie eerlijk en snel wordt opgelost. En dat is de zwart-wit geblokte vlag voor de aflevering van vandaag van Formule 1 Passie. We hebben de kronkels en onthullingen van het laatste F1-nieuws doorstaan. Bedankt voor het luisteren. Als je van onze reis vandaag hebt genoten, overweeg dan om je te abonneren en op die meldingsbel te klikken. Het houdt je op de hoogte en helpt ons enorm. En vertel je mede F1-fans over ons. Tijdens een drankje, in je WhatsApp-groepen, op sociale media, waar dan ook. Absoluut. En laat gerust een reactie achter als we gedachten of vragen hebben opgeroepen. We horen graag van je. En onthoud, we zijn hier elke dag met het laatste nieuws uit de razendsnelle wereld van de Formule 1. We hebben veel spannende dingen gepland, dus blijf luisteren. Ondertussen bedanken we jullie allemaal voor het geweldige publiek dat jullie zijn. We kijken er echt naar uit om jullie in de volgende aflevering bij ons te hebben. Absoluut, mensen. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Enzo Watts. En onthoud, Enzo Watts en William Turner. Gas erop, houd je ogen op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud.